Ja, voor hem was het leven eigenlijk belangrijk. Dat is voor veel mensen die met Fluxus verbonden was, zoals hij ook. Hij is dikwijls opgetreden op Fluxus festivals. Dus voor hem was kunst en leven moest identiek zijn. Dat wil zeggen dat heel zijn leven eigenlijk een kunstwerk was. Dat is hetzelfde voor James Lee Byers of ook voor Joseph Beuys. Dus zij zien al wat ze doen als iets creatief en het houdt nooit op. Every life, I go on to say, it's its own reward. So, if we want that work should be its own reward, wouldn't it have to be the finishing line rather than the starting point? Iets als je dan vergelijkt met Broodhuis, daar ging het eigenlijk, zijn kunst ging meer over kunst. Het was ook veel intellectueler. Bij Filou is het meer mystisch, religieus, want hij was altijd wel beïnvloed door het boeddhisme, omdat hij was in Japan geweest, hij was ook een lange tijd in Zuid-Korea geweest. Dus hij kende die Oosterse filosofie heel goed. My trip in Japan and in the Far East has been one of the central importance in my life, in that in particular Zen, and I consider as the absolute secret of permanent creation the Zen ideal of sitting quietly, doing nothing. Het is niet te geloven hoeveel dat deze man gewerkt heeft. En alle, als ik dat zie bij mijn eigen man, die had altijd maar... Er is zoveel... Ze gaven de indruk alsof ze bijna niks deden, maar tegelijkertijd was er een ongelooflijke hoeveelheid van werk. En dan weet ik dat er heel veel er niet meer is, omdat hij heeft... verhuis en de dingen die verloren gaan in verhuizing en de dingen die men niet kan meenemen omdat er geen geld is enzovoort. Hij was heel eenvoudig en natuurlijk, die kunst was, dat waren vortjes papier waar hij was opgeschreven, stukken hout die met haken en ogen aan een werden gehangen. Ik denk dat het werk van Robert Filou nog altijd erg onderschat is, omdat er na zijn dood niet zoveel tentoonstellingen zijn geweest. En dat ligt aan uitwendige dingen zoals een goede galerie of een dochter die er zich mee bezighoudt of zo van die dingen. Maar daardoor riskeert hij in de vergetelheid te geraken natuurlijk. Alhoewel er in heel grote musea wel werken zijn van hem. Filmier commémore de Robert Filou. C'est une très très belle pièce. J'étais là quand il est venu à Liège, donc il est venu à Liège avec sa chapelle et à Maastricht, et les politiques lui disaient, écoutez monsieur, je trouve votre idée généreuse, mais on va être mal vu si on la fait. C'est pour ça que c'est uniquement en photo. Voilà, l'anecdote est terminée. Je connais bien l'œuvre, je connaissais bien Filou. J'ai même cassé ma tirelire pour acheter des œuvres de Filou pour moi. On ne voit jamais entièrement Filou. C'est un rébus, c'est un labyrinthe, c'est sans fin, c'est un jeu. Il y a quelque chose comme ça, une grâce, un humour, une distance, finalement la poésie. Between you and me, clowning closes the gap between clowns. C'est l'humour. Er was altijd een côté amusé. Alles was amusement, amusé, als je wil. En tegelijkertijd was het zo serieus. Filou had dit werk ontworpen voor het museum van Mönchengladbach, maar de toenmalige directeur heeft dat werk geweigerd.
En Filiou was heel kwaad en heeft dat later dan aan mij geschonken. En ik heb het dan vele jaren later eindelijk kunnen realiseren. En het gekke is dat de meeste mensen niet durven binnengaan bij de kunstenaars. De mannen gaan bij de mannen, de vrouwen bij de vrouwen. En ik heb nooit, ik weet niet of er kunstenaars die hier komen, in dat toilet gaan. Ik weet het niet. Ik denk dat hij een heel eerlijke kunstenaar was, die niet begaan was met zijn reputatie en zeker niet met zijn commerciële waarde, maar die echt leefde, het leven als kunst zag en dat ook zo beoefende en die altijd heel eerlijk gebleven is. Wat heel moeilijk is eigenlijk, van het ogenblik dat er succes komt, is dat iets dat bij heel weinig kunstenaars blijft voortduren.